Hey, ik wil het met jullie vandaag eventjes hebben over iets waar ik mij ontzettend over heb verbaasd. Is dat er weer subsidie komt op schoolmelk. Iets wat ik inderdaad mee ben opgegroeid, maar ik dronk dat bijna nooit. Het levert in elk geval heel veel verwarring op bij heel veel mensen. Zelfs bij mijn buurman, die binnenkort eigenlijk een nieuwe knie nodig heeft. En aan de ene kant dus steeds wisselende berichten hoort. Dus aan de ene kant krijgt hij te horen, hey, melk is niet zo goed voor je. Heb ik pas nog gelezen in de krant, dus niet iets wat hij van mij heeft gehoord. En aan de andere kant leest hij nu weer dat de schoolmelk weer komt voor kinderen. Hij zei, ja, we hebben vroeger geleerd dat je, als je maar je schoolmelk op had, dan krijg je weer sterke botten en dan kon je er weer mooi tegenaan en dan was je helemaal gezond. Hij zegt, maar volgens mij is dat niet meer zo, hè? Ik zeg, maar als ik jou vertel dat in de landen waar de meeste koewarm wordt gedronken, ook de hoogste hoeveelheid aantal mensen zijn met artrose, dan kan je tot je eigen conclusie komen. Maar goed, schoolmelk dus voor kinderen. Het verbaast mij heel erg, want momenteel zijn er onder de jeugd steeds meer kinderen met ontzettend overgewicht. En daar maak ik me toch wel redelijk zorgen over. Zeker omdat ook uit steeds meer onderzoeken blijken dat die kinderen waarschijnlijk ons niet gaan overleven. Terwijl dat is normale evolutie, dat jij je ouders overleeft. Dus vandaar mijn ontzettende verbazing. En waarom ben ik daar zo ontzettend verbaasd over? Omdat in koemelk natuurlijk ontzettend veel hormonen zitten. Dat is logisch, hè, want zo'n klein kalfje moet een grote koe worden. En er zit natuurlijk ontzettend hoeveelheid vet in, want ja, een kalfje moet groot worden. Dus vandaar dat ik daar ontzettend verbaasd over ben. Juist omdat die kinderen nu al vaak op jongere, steeds jongere leeftijd te maken krijgen met suikerziekte. En dat is toch niet iets wat ik iemand toewens. Gelukkig heb ik het zelf niet, dat even daar gelaten. Maar ik zie wel heel redelijk veel mensen in mijn omgeving, ook ouderen, die toch de hele dag met een soort vast schema zitten. Ze moeten op gezette tijden eten, ze moeten op gezette tijden spuiten en ze moeten op meten en al dat soort dingen. En dan denk ik, ja, het levert best wel wat veel vervelende bijwerkingen op. Plus het feit dat als je een wondje hebt, dat dat extra in de gaten moet worden gehouden, omdat je anders meer kans hebt op amputaties. Plus het feit dat als jij als jeugd steviger bent, laat ik het dan zo noemen, want dik zeggen dat mag niet, dat heet vetshaming. Als jij op jonge leeftijd zeer gevuld bent, dan heb je daar kans op je oudere leeftijd dat dat nog heftiger is. En als je dan dus niet goed let op je voeding, maar gewoon wil eten, dan heb je dus gewoon een probleem. Waar grijpen de meeste mensen dan dus naar omdat het allemaal niet lukt en omdat de pillen niet afslanken en omdat... Ja, gaan de mensen dus eerder richting een maagverkleining, waardoor je dus weer andere problemen krijgt. Het is niet helemaal mijn ding, ik weet daar niet genoeg van. Maar ik ben daar wel redelijk bezorgd over, gewoon omdat het ook door niet goede informatie, dus de informatie die rondgaat, wordt heel vaak verspreid door de melk en ja, de vee-industrie, laat ik het zo zeggen. Dus niet de optimale onderzoeken, ben ik daar best wel bezorgd over. En ik vind het gewoon jammer, want daardoor worden de kosten steeds hoger. En ik heb bijna het gevoel alsof ze in Brussel drukker bezig zijn met poen, dan dat ze gezond bezig zijn met u en mijn en onze gezondheid. Dus dat vind ik, dat was eventjes iets wat ik mij ontzettend over verbaasd heb. En wat me eigenlijk ook een beetje verdrietig maakt. Hopelijk denk je hier eventjes nog een keertje over na en is dat niet alleen bij mij het geval. En dan wens ik je een hele fijne dag verder nog. Hi!